Een grote brand in een natuurgebied in Kaam heeft gisteren maar liefst 60 hectare in de as gelegd. Dat is ongeveer net zo groot als 120 voetbalvelden. Het asielzoekerscentrum dat in de buurt ligt bij Gilze dreigde ontruimd te worden. Maar dat hoefde uiteindelijk niet, omdat de wind net op tijd draaide. Wel werden de asielzoekers ergens anders op het terrein opgevangen. De brandweer had moeite om de brand te blussen door de harde wind. En ook de brandhaard was moeilijk te bereiken. En in Kaam is onze verslaggever Imke van der Laar. Ja, Imke, hoe is de situatie daar nu? Nou, ik sta nu precies op de plek waar gisteren die grote brand was. Nou ja, zoals je ziet, het is zwart, het is verkoold, een flink gebied. Er komt ook nog steeds rook uit de grond omhoog. Net zagen we zelfs eventjes weer wat vlammen. Het komt omdat het een heel erg droog bos- en heidegebied is. Ja, en onder de grond smeult het nog een beetje. Vandaar ook dat de brandweer dadelijk weer enorm aan de slag gaat om te zorgen dat die brand niet opnieuw opleidt. Ja, nou, het AZC in de buurt dreigde ontruimd te worden. Hoe zit dat? Ja, die brand die breidde zich gisteren enorm snel uit omdat het zo hard waaide. Er staan niet heel veel huizen in de buurt, maar een aantal mensen die hier toch niet al te ver vandaan woonden en het AZC moesten zich voorbereiden op een evacuatie. Uiteindelijk draaide de wind en was het niet nodig. Wel zijn op het AZC een aantal mensen naar een andere ruimte gebracht om er zeker van te zijn dat ze veilig waren. Ja, nou rookt het nog, zie ik, hè, bij jou op de achtergrond, je zei het ook al. Ik neem aan dat de brandweer nog aan het nablussen is daar. Ja, die wagens die komen nu aan. Er wordt weer van alles opgebouwd en zij blijven inderdaad in dit gebied aanwezig. In ieder geval de hele ochtend en misschien zelfs de hele dag. Om er zeker van te zijn dat die rookpluimpjes die omhoog komen en af en toe zo'n klein vlammetje, dat niet weer een enorme bosbrand wordt. Imke van der Laar, je blijft voor ons volgen. Dankjewel.